Hallo allemaal. Hartelijk welkom bij weer een keer een video over 3D printen. Eigenlijk gaat de video niet alleen over 3D printen, maar ook over het zo gevreesde virus COVID-19. Het houdt ons allemaal bezig in positieve zin en in negatieve zin. Positieve zin omdat er een stuk saamhorigheid ontstaat, maar slechts bij een beperkt deel van de bevolking. Negatieve zin, omdat het ook het slechte in ons naar boven haalt als we naar alle overtredingen kijken die gemaakt worden. Maar daar gaat het hier vandaag niet over. Zoals je weet is er op dit moment een dringend advies aan iedereen om mondkapjes in de openbare ruimte te dragen. Het zou mij niet verbazen als dat advies om wordt gezet naar mondkapjes in alle winkels en dan verplicht in dit geval, dus niet in een adviesvorm. Nou ben ik zelf iemand die lesgeeft. En ik heb natuurlijk in de afgelopen 2 weken mogen ervaren hoe het is om met een mondkapje op les te geven. En dat is soms erg lastig. Om een paar redenen. Het eerste is dat je permanent dat mondkapje op hebt en dan die dingen om je oren hebt zitten. En dat gaat op een gegeven moment, zeker als zo'n mondkapje een beetje strak zit, gaat dat toch zeer doen. Nou, dat is iets waar ik iets op gevonden, of niet zozeer ik iets op gevonden heb, maar waar de wereld in de 3D-printwereld al iets op gevonden heeft. En wat ik dus natuurlijk gewoon gemaakt heb, gedownload heb van het internet. En dat inmiddels gebruik, waardoor zeg maar mijn oren niet meer zeer doen. Wat het is, is eigenlijk een soort van een klemmetje wat zeg maar achter op je hoofd komt te zitten. En omdat hier van die bolletjes aan zitten, kan je zeg maar dat mondkapje, kan je daar dus omheen gaan maken. Je kan dus dat mondkapje om 2 van die bolletjes heen doen. En als je dat aan allebei de kanten doet, zit zeg maar jouw mondkapje niet meer om je oren vast, maar eigenlijk achter je hoofd met een dingetje waar je veel minder last van hebt, omdat daar ook je haren zitten. Tenminste, als je niet kaal bent. Sorry, als dat zo is, dan misschien wordt het tijd om haar te laten groeien. En als dat niet kan, even goede vrienden. Dan wordt het misschien toch om de oren, of misschien heb je er wel geen last van, ook als je geen haar hebt, tot zeg maar dat je zo'n dingetje gebruikt. Hoe moet ik het noemen? Het is een soort van mondkapjesklem, zeg maar. Het tweede waar ik last van had, en daar zullen veel meer mensen last van hebben. Dat is dat als je zo'n mondkapje om hebt, dat ding zit op je mond echt. Dat is ook de bedoeling natuurlijk, je neus en je mond. Zeker als je zoals ik cursussen van 2 uur geeft en dat 3 op een dag, dus 6 uur les geeft, is het niet alleen vermoeiend, maar je mond wordt er schraal van. En ik verbruik ook nog eens een keer heel veel lucht door kortademigheid en dat soort dingen meer. En dus moet ik echt soms pauzes inlassen om zeg maar te kunnen praten door dat ding. Nou, ook daar heb ik op het internet iemand iets gevonden die zeg maar daar iets voor gemaakt heeft. En ze noemen dat een mask breather, oftewel een masker ademhalingsapparaatje. Je kunt het apparaatje printen. Ik zal de link, en dat geldt ook voor het andere object, straks onder de video plaatsen. Maar je kunt hem printen zonder supports. En hij komt dus onder het mondkapje te zitten, zo op je neus, zoals ik hem nu op mijn neus heb zitten. Hij hangt er nu natuurlijk op, maar hij wordt door het mondkapje natuurlijk tegen je gezicht aangedrukt. Het mondkapje komt er overheen, waardoor je in deze ruimte hier, zeg maar deze ruimte, als het ware lucht krijgt te zitten, veel meer lucht, waardoor het praten met het mondkapje veel gemakkelijker wordt. Nu zijn er mensen die mij vragen of ik zoiets voor ze wil maken. En dat is verder op zich prima. Om te beginnen, kan ik dat niet kosteloos doen? Dat heeft simpelweg te maken met het feit dat het materiaal geld kost. Dat er ook tijd in zit. Het kost stroom en het kost verbruik van het apparaat. Ik ga hier ook geen prijs noemen. Dat spreek ik wel af met degene in kwestie. Het printen van alleen al 1 zo'n kapje kost ongeveer 3 uur. Bij deze, 4 van deze kapjes, 4 of 6 of zo, ik weet niet precies, 4 of 6, ook 3 uur. Dat betekent dat deze duurder zijn dan die, logischerwijze.
Het is niet zo dat ik daar rijk van wil worden hoor, dat moet je vooral niet denken. Alleen ik denk dat de 3D-printwereld ook zeker iets kan toevoegen aan de bestrijding van dat COVID-19 gebeuren. Voor degene die straks vanuit Thingiverse deze dingetjes gaat printen, die of die, deze is geen enkel probleem. Ze worden plat geprint en dat is een makkie, daar hoef je niets bijzonders voor te doen. Zelfs geen brim om je print heen. Hier zou ik dat wel doen, want hij print uiteindelijk met deze kant onderin. Dus ik zou er wel een brim omheen doen om iets meer hechting aan je printbed te krijgen. Maar wat met name belangrijk is, is dat zeg maar, het is een redelijk breekbaar ontwerp. Zeker als je PLA gebruikt, zeker hier die dunne dingetjes. Dus wat ik meestal doe, is bij die dunne stukjes, en dat is eigenlijk alleen hierboven en dan zowel de binnen- als de buitenkant. Ik smeer ze daarna nog even in met PVC-lijm en dat laat ik drogen, zeg maar. En daarmee krijg je dan dus een prima kapje. Ik weet niet of het 100% medisch verantwoord is. Dat moet je mij niet vragen. Maar je neus en je mond blijven bedekt. En ik denk dat dat voldoende is. Het is sowieso niet bewezen of een mondkapje medisch verantwoord is. Ik ben wel een voorstander van mondkapjes. Laten we dat voorop stellen. Omdat er ook een psychische kant aan zit. Als je in de winkel bent en je draagt een mondkapje. Mensen blijven al een stuk sneller een stukje uit je buurt. En... Dus ik zou dat iedereen willen adviseren om dat toch te doen. Maar ik ben geen moraalridder. Dus in die zin, als jij anders vindt, moet je dat lekker zelf weten. Zolang je mij er niet mee besmet, vind ik alles prima. Voor de mensen dus die het vervelend vinden dat steeds elastiekjes om de oren zitten of touwtjes om de oren zitten. Dit kleine apparaatje waarmee je zeg maar, hem achter je hoofd kunt klemmen. En dan vervolgens eventueel op 3 of 4 verschillende standen zeg maar, ook nog eens de stevigheid kunt instellen. Overigens printbaar in 3 maten, maar dit is de middenmaat en dat is de meest normale maat. Dus dit is de medium maat en zelfs voor mijn hoofd geldt dat, want ik heb een aardig hoofd. En voor de mensen die simpelweg te weinig lucht krijgen in het gebruik van een mondkapje. Omdat ze steeds dat ding naar binnen zuigen en dat heeft met name te maken met veel ademen en veel praten. Daarvoor dus dit kapje. Om over je neus en over je mond te doen, daar overheen komt het mondkapje. Maar daardoor heb ik hier een stuk luchtpocket wat een stuk prettiger werkt. Dat kan ik je garanderen, want ik werk er inmiddels 1,5 week mee. En ik zeg niet dat het daar makkelijker van geworden is, maar het is wel beter dan dat het mondkapje op je mond zit. Ik wens iedereen in deze tijd heel veel sterkte, heel veel goeds en dat je gezond uit deze strijd mogen komen. Dat je ook, als je een bedrijf hebt, daar op die manier ook goed uitkomt. Dat zal lastiger zijn, dat weet ik. Maar bedenk dan dat als je ziek bent, is dat erger dan dat je wat geld verliest. Kortom, volksgezondheid gaat boven inkomen. Hoe moeilijk dat ook is, dat begrijp ik best wel. Ik wens jullie succes. Ik zal de links naar beide artikelen onder de video plaatsen. En... fijn weekend gewenst en wie weet tot een volgende video. Groetjes, doei!